Vlam, Vlam, Vlam. Een theatervoorstelling waarbij leerlingen uit het lager onderwijs op 55 minuten tijd een tijdsreis maken van de oerknal tot hoe de wereld er vandaag aan toe is. Dat alles wordt op een speelse wijze voorgedragen en ondersteund door live muziek. En dat vinden de leerlingen heel tof. Omdat het met veel muziek was en ook met toneeltje erbij. Dat ze zo die visjes op hun hoofd hadden, dat vond ik heel grappig. 380 miljoen jaar geleden. Een voorstelling die leuk is om te volgen, maar ook eentje met een educatieve waarde. Ik denk dat nu heel hard gaat bijblijven. Heel het verhaal van het ontstaan van de aarde. Ook tegen dat ze naar de derde graad zou moeten, waar ze effectief eigenlijk meer die leerstof al moeten kennen. En dan ook naar het secundair. Ik denk dat ze zo al heel veel gaan weten en onthouden na vandaag. Ja. Voor het orkest en de theatermaker is het een hele klus om de muziek en het verhaal op elkaar te doen aansluiten. Bovendien moet alles op kindermaat zijn. Ja, je probeert de kinderen mee te nemen op een reis en eigenlijk ervoor te zorgen dat die reis niet onderbroken wordt. Dus dat muziek en tekst en spel eigenlijk echt in elkaar vloeien en dat één mooie lange voorstelling is die één boog vormt. En dat is ons denk ik heel goed gelukt. En één daarvan is ons zonnestelsel. Bij het midden onze zon. Ja, ik geniet ervan om een voorstelling toch genoeg inhoud te geven. En nu gaan we 14,5 miljard jaar doorlopen op 55 minuten eigenlijk. Dat is heftig. Dat is heftig. Dus keuzes maken. Maar zoals bij alle creatieve processen is het kill your darlings en probeer een mooie voorstelling te maken. Het is fijn en ik denk dat het gelukt is. Hè. Je mocht dan trots zijn op jezelf zeker.